mensen, hier komen we een nieuwe video. Hielp Kaflores. Laat die like achter. 1500 likes. Ben nog niet geabonneerd? Abonneer. En er zijn balance changes uitgekomen voor volgend seizoen. Ik zal het even laten zien. Het seizoen begint over 1 dag en 21 uur. Het nieuwe seizoen. En elk nieuwe seizoen, of trouwens niet elk nieuwe seizoen, maar dit nieuwe seizoen, komen er balance changes. En misschien weet jij het nog niet, want het is geleakt op Twitter. En misschien zit je helemaal niet op Twitter. Dus ik ga even met jullie doornemen wat die balance changes zijn. En het komt nu ook in beeld. En ik ga even met jullie doornemen wat er nu verandert. En voor mij, het is eigenlijk alleen maar muziek in mijn oren. Eigenlijk alleen maar muziek in mijn oren. Ten eerste worden de hutjes... Yes, jongens. Oh, yes, yes, yes. De hutjes worden aangepast. Want de lifetime van de hutjes, van de furnace, gaat die van 49 seconden naar 33, van de hut van 40 naar 31, barbarenhut 50. Je ziet gewoon op beeld, het wordt verminderd. Wat betekent dat ze minder lang blijven staan en dat een poison nu een goblinhut en furnace volledig countert. Super nice. Ik heb een poison max level, dus dat wordt heerlijk. Daarnaast spammen de goblins of de barbaren of de skeletons wel wat sneller. Je ziet hier dat een... Fire Spirit van 7 seconden, elke 7 seconden, nu naar elke 6 seconden gaat. En dat er één Fire Spirit komt als de hut dood is. Dat was natuurlijk al bij de goblins, kwamen er 3 uit. En die komen nu in plaats van 4,5 seconden, elke 4 seconden. En je ziet het eigenlijk gewoon ook bij de barbaren, dat ze sneller gaan. En heel gek, maar bij de Tombstone gaan ze langzamer. Van 3,1 seconden naar 3,3 seconden. Maar, oh, kijk, daar komt de aap uit de mouw. Er komen nu 2 skellies in plaats van 1 skellie per keer bij de Tombstone. En de hitpoints dus van de barbarenhut met 15 verminderd. 17% van de goblinhut en 17% van de furnace. Gaan we door naar de kaarten, jongens. De Executioner krijgt 5% meer levens. De Dart Goblin krijgt 9% meer damage. Dat gaat een gevaarlijke kaart worden, de Dart Goblin. Helaas heb ik die level 12 volgens mij. Dan de Battle Ram krijgt een 8% damage increase. En dit is super vet. De Ice Wizard krijgt een deploy damage. Dus als je nu neerzet, net zoals de Electro Wizard, komt er nu een freeze effect bij de Ice Wizard. En dat doet een beetje damage en vertraagt troepen. Super leuke kaart gaat dat worden, denk ik, de Ice Wizard. En dan de Rascal Girls krijgen een hitspeed. De Rascal Girls dus een hitspeed van 9%. Dus die kunnen sneller schieten. De nerfs zijn de Fire Spirit. Die gaat minder, van een minder verre afstand springt die op de target. Dat is nice. De Goblin Cage 23%. Minder hitpoints. Weg met die Goblin Cage. Ik vind dat een verschrikkelijke kaart om tegen te spelen. De Moederwitch. Min 18% hitpoints. Super nice. De Moederwitch echt een stuk slechter. Je kan er nu killen met Zeps en Arrow. En dus de Tesla gaat minder snel schieten. Die wou ik naar max level upgraden. Maar nu ga ik even aankijken of ik dat wel wil doen. Dat was dus de balance change. Ik sta nu op 6802. Misschien komt er maandag een video waarin ik probeer de 7k te bereiken. Dat ligt er ook aan deze potjes. Ik heb niet heel veel tijd. Zondag kan ik niet spelen. Ik kan alleen nog zaterdag, wanneer ik dit ook op aan het nemen ben, spelen. Oké, wij gaan een potje spelen. We hebben net 2 potjes verloren en ik heb even geen zin om die te laten zien. Echt, het eerste potje was zo zuur. We speelden foutloos, foutloos. En de toren van de tegenstander staat letterlijk op 56 levens. En ik heb een log in cycle. Ik heb een poison in cycle. En ik besluit met mijn log en mijn poison de troepen te verdedigen die in mijn arena zijn. Ik probeer zijn push te verdedigen. Waarom komen we tegen een level 12 Royal Ghost op dit niveau? Oké. Ik probeer zijn push te verdedigen. En letterlijk, ik ben aan het verdedigen, En op een gegeven moment denk ik, zie ik die toren van hem heel laag. Maar toen was het al een beetje te laat eigenlijk. En gewoon heel slecht. Gewoon echt heel triest. Gewoon letterlijk echt heel triest. Ik heb geen idee hoe ik dat potje heb weggegeven. En daarna dat volgende potje werden we flink gecounterd. Het is allemaal niet best. We gaan gewoon even nog een potje doen. En dit beginnen we ook niet goed. We beginnen nu ook weer niet goed. Ik speelde offscreen zo foutloos voor deze video. Ik had gepusht naar 6800. Ik speelde foutloos. Echt foutloos. En nu doe ik de opnames. Verlies ik 2 potjes. En dit potje beginnen we ook niet lekker. Maar we gaan dit wel even winnen. We gaan even concentratie gooien. Kop. Komt waarom heeft hij een level 12 rollen? Ik denk dat hij verkeerd deckje heeft ingesteld. Dat lijkt het haast wel. Oké, dan gooien we even de ability. Skellies. Hij heeft geen zap. Nice. Oké, prima. Zal hij waarschijnlijk... Oké, komt met dat ding. Uh,
Dus stop. Logi. Bijna wou ik delivery droppen. Log veel beter natuurlijk. Delivery kunnen we voor andere dingen gebruiken. Nice. We staan weer voor. Hij heeft een battle ram. Die dus gebufft gaat worden in de volgende update. Even kijken. Hoge mortier. Gaat hij dan een Pekka in de back? Als hij een Pekka in de back hebt, heb ik een leuk ideetje. Ah, jammer. Doet het niet. Oké, maakt niet uit. Dan drop ik delivery hierop. En een minertje daar. Dan roppen we een Valkyrie op deze twee. Top. Wacht ik even tot die bandit op mijn Valkyrie hit. En daarna ga ik hem loggen. Zo, dan hoop ik dat we die bandit helemaal killen. Die killen we wel helemaal. Droppen we een hoge mortier. Pekka staat er nog lekker achter. Dus hij moet iets anders droppen. Ja, oké. Doen we een hoge Archer Queen. Skelly's erbij voor als die weet ik veel wat dropt. Droppen we een Valkyrie hier zo. En een Poison hier. Let's go. Wacht ik met de ability. Droppen we nu de ability. Ja, dan log ik alleen deze bandit. Want die bandit is niet heel gevaarlijk. Top. Skelly's voor deze Pekka af te leiden. Net te laat. Maakt niet uit. Zit op de toren. Top. Oké, dan heb ik hier bijna een nieuwe ability. Die is niet op tijd. Goede Electro is het van hem. Droppen we de delivery. Ik had even een beetje moeten wachten. Ik heb het door. Wachten we eventjes tot deze spiegelbot aan onze kant zit. Droppen we nu de mortier. Log ik dit. Miner in de back. Hopelijk gaat die Pekka daar nu niet heen. Is in ieder geval niet mijn doel dat die Pekka daarheen gaat. Ja, top. Archer Queen staat hier lekker te chillen. Droppen we nu de ability. Valkyrie om die Pekka af te leiden. Mortiertje in het midden om deze battle ram te pakken. Dit potje gaat weer helemaal goed, jongens. Log om een Archer Queen levend te houden. Lukt ook. Nice, gooien we de miner in de back. Hebben we poison ready voor Electro Wizard of iets in die richting. Oké, dat doet hij niet. Moeten we nu eventjes gaan opletten, want dit kan een moeilijke verdediging worden. Delivery. De linkerkant gaan we natuurlijk helemaal laten gaan. Nou, niet helemaal, maar gewoon een beetje. Doen we dit. Wachten we. Valkyrie. Oké. Die bandit moet ik laten hitten. Het is pijnlijk, maar die bandit moet ik laten hitten. Komt hij niet met een Pekka, dan stopt. Dan kunnen we nu poison, hebben we heel veel value. Oké, we maken het nog spannend. We maken het zelf nog spannend. Net nu niet meer. Oké, want we kunnen nu gewoon dit doen. Dit, cycle. Dan komt hij met zijn Pekka niet slim. Hoppatee, miner. Soms moet ik ook doorhebben dat ik best wel snel kan cyclen. Want dat had ik dus niet. Jullie hebben dat potje niet gezien. Maar dat ik dat vorige potje niet door. Dat die toren gewoon op 700 zit. En als je dan gaat miner poisonen, dan ben je al heel gauw die toren aan het pakken. Let's go. Hey, we hebben een magical chest. Weet je wat? We gaan hem gewoon gelijk openmaken met een chest key. Wat zit hierin, boys? Even kijken. Een gold, een wildcard, Tesla, elite barbaren, fire spirits. Die dus genurfd gaan worden in de volgende update. Barbaren, twee goblin drills die we al max level hebben, maar dat is extra gold. En een freeze. Let's go, dan gaan we nog een keer battelen. Doen we gewoon nog een potje en daarna nog een potje. Doen we drie potjes. Ja, ik heb dus al drie potjes gespeeld nu. Maar twee hebben jullie niet gezien. We komen nu wel tegen een level 14. En we droppen een miner op de safe spot. Oké, concentratie jongens. We zijn een beetje ingekomen, zijn een beetje warm gedraaid nu. Drop ik de delivery op de Dark Prince. Een beetje aan de zijkant voor als hij een Magic Archer heeft. Oeh. Oké, net op tijd. Top. Bijna te laat kwam ik daar met mijn delivery Heal Spirit. Oké, interessant. Log. Wat voor deck heb je met een Heal Spirit en een Dark Prince? We gaan erachter komen, want wij gaan de mortier droppen. En nu komt zijn win condition waarschijnlijk uit de kast. Het is een Sparky. Oké. Sparky. Wat zijn dat is Sparky Goblin, ja. Ja, dat ding, ja. Dat ding, ja. Ik wil niet mijn Archer Queen droppen. Dus daarom doe ik het op deze manier. Doe ik eerst de rode livery. Zodat de speergebolden in die buidel gericht zijn op de rode livery, die tank dan. En dan kan ik skellies voor damage doen. Dat was dus de reden daarachter. Nee, ik ga dit niet loggen. Ik ga gewoon een Valkyrie droppen hier tussenin. Dat is denk ik het slimst. Voordat die Dark Prince charge, droppen we gelijk de miner. Prima. Oké, dit ziet er goed uit. Wat je moet doen. Oeh, dit is heel minder. Ik ben te bang, jongen. Ik ben te bang voor een lightning.
Oké, chillen Zap. Daardoor pakt hij 2 hits, maar dat is wel een fijne Zap. Dan gaat hij Sparky in de back doen en dan gaan wij gelijk de andere kant. Dus wachten we eventjes. Of niet, willen we dat doen? Ja. Ah, oh, shoot. Die wordt hier eentje toog. Maar niet. Oké. Komt hij met Sparky. Dan gaan we toch mineren via deze kant. En dan kunnen we die Sparky gewoon met alleen een Royal Delivery stoppen. Dus dat is super chill. Nu kan hij geen dikke push opbouwen met een Sparky. Hij heeft sowieso de Lightning. Dus daar moeten we even voor oppassen. Dop ik de Skellies hier in de back. Ja, gaat hij nu weer een andere lane met die E-Barbs waarschijnlijk. Gelukkig hebben wij weer een nieuwe Delivery in Cycle. Oké. Poison is een Sparky. Dit is top. Hopelijk kan die Archie nog even één hitje op die Sparky. Ja, dan kunnen we nu die Sparky loggen als het goed is. Nee, we kunnen hem niet loggen. Wel kunnen we hem Royal Deliveryen. Dus dat gaan we zeker doen. Daar wacht ik al op. Op de andere lane. Met die E-Barbs. Loggen we dit allemaal? Ja, let's go denk ik. Ja, top. We hoeven niet niks te droppen voor de rest. En we staan nog steeds voor. We moeten heel erg oppassen met het deck. Want we kunnen echt in één keer verrast worden. Kom met je Sparky in de back. Ah, jammer. Dat doet hij niet. Ja, nee. Dit is slim nu. Minetje. Moet die Sparky blijven poisonen? Valkyrie. Nu elixir sparen. Voor de andere lane E-Barbs. Alsjeblieft Sparky gaan neer. Ja, top. 2200. We staan 600 damage achter, jongens. Oh, dit is spannend. Oh, dit is lastig. Oh, nee. Ik kan er niet bij. Ik moet hem gooien. Ik moet hem gooien. Alsjeblieft, heb geen lightning. Miner. Heeft helemaal geen lightning. Waar is zijn lightning, jongens? Waar is zijn lightning? Waarom heeft hij geen lightning? Hebben we al die tijd voor niks die Archie weer niet gebruikt? Als hij nu lightning zou hebben, dan... Oké, dit is een heel lekkere poisontje. Loggen we die naar achter. Doen we weer hetzelfde verhaal. Miner ondertussen om druk te zetten. Eerste delivery, dan dit. Hij volgens mij heeft helemaal geen lightning. Hij heeft helemaal geen lightning. Al die tijd. We hebben het onszelf zo moeilijk gemaakt voor niks. We hebben gewonnen. We hebben het onszelf zo moeilijk gemaakt om helemaal niks. Ik was zo bang voor die lightning. Dat ik gewoon die hele Archie Queen niet gebruikte. Maar dat was helemaal niet nodig, want hij had helemaal geen leiding. Let's go, we hebben dit potje gewonnen tegen Kenzo. En dan gaan we nog een laatste potje doen. Gooi hem nog even een laatste potje op het thee. Jongens, we zijn weer helemaal terug. Die eerste 2 losses heb ik helemaal weggewerkt. Waren er toch, we hebben er nu toch, ja, 2 gewonnen. Let's go. Doen we nog een allerlaatste potje. Bam, we zitten weer op de 6800. Super nice. Ik hoop echt dat ik die 7k kan halen. Niet in deze video natuurlijk, maar dit seizoen nog. Ik ga straks even offscreen nog een beetje oefenen. En dan hopelijk komt er maandag een video waarin ik probeer live in de video. Maar ik kan niks beloven, want ik heb niet al te veel tijd dit weekend. Gaan we even de andere kant. Hij heeft Bandit. Oké. Ja, gewoon de livery erop. Hoppatee, op die bandit, prima. Dan loggen we denk ik de linkerkant, want we hebben 10 elixir. Nee, ja, we loggen wel de linkerkant, maar we doen ook even snel een mortier. Dit soort dingen kan ik ook altijd slecht tegen, jongens. Ik kan nu veel beter die mortier natuurlijk hoger kunnen droppen. Nu staat er gewoon een dode mortier hier. Oké. Baby Dragon. Dit is een Remrider deck natuurlijk, want we hebben net de Remrider gezien. Maar dit is een heel ouderwets Remrider deckie. Met een Lightning. Maar... Ik ga dit nu toch niet meer Lightningen. Ah, Bandit. Jeetje, Bandit. Wat ben je irritant. Oh, dat is vervelend zeg, jongens. Hier hebben we 700 damage hebben we hier gekregen door die Bandit. Die last minute toch nog besluit te dashen op ons. Maar maakt niet uit. Dit kunnen we alsnog winnen. Hij heeft lightning.
Dus wat je dan niet wil doen is eigenlijk same lane. Dus we moeten nu, ondanks dat we al 700 damage hebben via de andere kant, moeten we nu deze kant op. Dit is wel top. Lightning uit range. Ik denk toch dat ik ook nog delivery moet droppen. Zeker als hij met die bar komt. Prima. We laten die Electro Wizard lekker gaan. We sparen gewoon even wat elixir. Dit ziet er helemaal niet verkeerd uit. Wat nu ook leuk is, wat we kunnen doen, is Skelly's Miner. Waarom? Omdat hij net zijn barbaren barrel heeft gedopt. Het is een hele rare zet. Je zou denken van, waarom zou je dit doen? Maar kijk, nu lok ik een snowball uit. Gaan we gelijk druk zetten. Doe ik een Royal Delivery op zijn babydraak. Als hij nu slim is, gaat hij... Nee, zie je, hij gaat nu pekka. Dat is top. Doe gewoon even een Royal Delivery op deze babydraak. We zetten nu druk via de andere lane. En dat is precies wat je moet doen tegen een lightning deck. Slechte log. Hele slechte log, echt. Gewoon een beschamende log zelfs. Ja, toch verloren. Toch verloren. Ja, nee. Dat was niet te doen. Nee, helaas. Oké, we hebben 2 potjes gewonnen. 1 verloren. Op zich niet heel slecht. Ik hoop nog een leuke video. Ik ga eventjes echt even volle concentratie gooien na deze video. En ga ik even kijken of ik rond de 6900 kan zitten. 6900 en 20 of zo. En dan ga ik kijken of ik nog een video kan opnemen. Dan moet ik echt even concentratie gooien. Ik speel soms heel goed, maar soms ook niet heel goed. En wat vinden jullie van de balance changes? Laat even achter in de comments. Ik hoop dat jullie het video maar even kijken. Zien we nog een video. En tot dan, mensen.